inspecteren van het riool is altijd een lastige klus geweest. De stelsels zijn niet voor mensen gemaakt, dus is het checken op defecten en verstoppingen niet zo eenvoudig. Moderne technieken zoals camera's en robots maken dit een stuk draaglijker, maar nog steeds is het niet ideaal. De apparatuur moet met een grote bus en soms meerdere vrachtwagens ter plaatse worden gebracht. Dan moet de put geopend worden, die vaak super goed vastzit. Vervolgens moet bij het inspecteren de bus precies boven de put staan, anders moet de inspecteur de camera via een statief laten zakken. Ook kan hij in de buis kijken, maar ziet hij eigenlijk niet goed wat er verder in de buis gebeurt. En hij kan ook geen zijaansluiting checken. Als hij vervolgens de huidige robot naar binnen wil sturen om te gaan kijken, moet de buis eerst helemaal schoongespoten worden door de spuit en de zuigwagen, omdat de robot niet door het vuil op de bodem heen komt. En ondertussen blokkeren de bus en de vrachtwagens de stoep, het fietspad of de weg, waardoor er behoorlijk wat verkeersverkeer ontstaat. Stel je voor dat we een all-terrain robot hadden die zelf door het riool beweegt, zodat we nooit meer putten open hoeven te trekken, nooit meer dingen slecht kunnen zien en nooit meer een buis hoeven schoon te maken voor we weten wat er aan de hand is. Ik wil jullie kennis laten maken met de sewer snake. De natuur heeft al miljoenen jaren lang gewerkt aan de ideale all-terrain amfibie, de slang. De slang kan zowel in bomen klimmen als door kleine ruimtes kruipen en zwemmen zonder dat hij armen of benen heeft. De sewer snake is een modulaire inspectierobot die gebaseerd is op de slang. Het systeem bestaat uit 3 verschillende modules en kan helemaal autonoom het rioolstelsel inspecteren. De hoofdmodule bestaat uit 2 delen die aan elkaar verbonden zitten met een flexibele slang. In het voorste deel zitten alle sensoren en een camera. Met een diameter van 80 mm kan dit deel zelfs in de kleinste aansluiting gestoken worden. De grotere module aan het einde van de nek bevat accu's en een aantal servomotoren voor het bedienen van de kop en het gewricht. De lichaamsmodule bevat een servomotor, een accu, een motorcontroller en een kleine microcontroller. Dit deel kan oneindige keer achter elkaar geschakeld worden om zo een superlange slang te maken. Normaal gesproken zullen er zo'n 15 van deze nodig zijn. Zoals te zien zijn de modules om en om 90 graden gedraaid. Dat zorgt ervoor dat er oneindige graden van vrijheid zijn en dat geeft de slang zijn flexibiliteit. De staartmodule bevat alleen een radiografische ontvanger en een flexibele metalen staartvin. De vin zorgt ervoor dat de robot gemakkelijk kan zwemmen. Er is ook een staartstuk beschikbaar waarop de spuitkop van de spuitwagen aangesloten kan worden om live zicht te hebben op het reinigingsproces. Door het hoge aantal vrijheidsgraden kan de robot afhankelijk van het terrein zich op verschillende manieren voorbewegen. In deze beelden van de Modsnake, een project van het BioRobotics Lab van Carnegie Mellon University, is goed te zien hoe gemakkelijk de robot over verschillende soorten terrein heen komt. De robot is in te gebruik te nemen in 4 opbouwende fases. In de eerste fase wordt de slang bij de staart aangesloten op de spuitkop. Zo kan tijdens de reiniging al bekeken worden waar het probleem precies zit en kan de spuitkop naar de juiste plek geleid worden. Als de spuitkop al goed geplaatst is, kan door de live videoverbinding gecontroleerd worden of ook daadwerkelijk goed gereinigd is. De robot wordt achteraf weer meegenomen met de bus. In de tweede fase wordt de robot helemaal losgekoppeld van de bus of spuitwagen. De robot wordt dan in put A in het riool gezet en kan dan via radiogolven gestuurd worden naar put B, ook met een live videoverbinding. Om de robot in en uit het riool te halen, wordt een lift met een magnetisch koppelstuk gebruikt. Omdat het staartstuk van de robot een lang plat stuk ijzer bevat, kan hij daar gemakkelijk aan bevestigd worden, zodat het geen eentje vissen wordt om de robot weer uit put B te halen. Bij de derde fase blijft de robot fulltime onder de grond. Het enige moment dat de robot nog het daglicht ziet, is het onderhoudsmoment. Dit is ook het moment waarop de robot zijn eerste zelfstandige stappen gaat maken. Als er een melding binnenkomt of een inspectie gepland staat, dan kan de robot zich alvast naar de locatie toe bewegen, waarna de inspecteur op de locatie de videobeelden bekijkt van de robot. Hij kan de uitrusting gemakkelijk meenemen op bijvoorbeeld een elektrische scooter. 'S Avonds laat de robot zich op bij laadstations die op verschillende plekken zitten gemonteerd in het riool. In de vierde fase is er dan uiteindelijk volledige autonomie in het riool. De robot doet zelf metingen en informeert de inspecteur op het moment dat er wat gevonden wordt. De inspecteur kan de situatie dan beoordelen en actie ondernemen. Het laadpunt fungeert nu ook als belangrijkste internetverbinding, waar de robot de gevonden data kan synchroniseren met de database. De sewer snake zorgt dus voor nauwkeurige en regelmatige data over de status van het rioolstelsel, efficiëntere tijdsverdeling tijdens de inspectie, geen gehandels meer met putten of parkeren, nooit meer groot verkeersoponthoud door routine-inspecties, superieur zicht binnen het riool inclusief de zijaansluitingen, de inspecties kunnen gewoon 's winters doorgaan,
efficiënte schoonmaken door live beelden van dichtbij, effectieve inzetten van reinigingswagens, geen uren schoonmaakwerk voordat het probleem precies geïdentificeerd is.